Nu gaan de bonen hierin. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed hoor. Mijn naam is Rajen Bacha van Sweetie Coffee Suriname. Ja. Komt u verder. Welkom in de koffiebranderij. U kunt verder lopen. Hier wordt het werk gedaan. Hier wordt gebrand. Allerlei soorten koffie. Uit Brazil, Colombia en ook aan onze eigen bodem, Surinaamse koffie uit plantage Katwijk. Ik ga u vandaag het brandproces leren. Demonstreren. En nou, voor de rest wil ik ook wat vertellen over de koffiewereld en ook over barista. Vers gebrande koffie trekken om daarna de zoete, verslavende geur op te snuiven. Dat is de cultuur van vroeger die het bedrijf Sweetie Coffee weer wil introduceren in Suriname. Met het branden van onder andere koffie uit Katwijk, Kommewijnen is er een nieuw Surinaams product gecreëerd. Op het idee gekomen om te beginnen met deze business? Nou, het idee is eigenlijk ontstaan bij mijn moeder. Mijn moeder die maakte altijd koffie op een hele traditionele manier. Ze zette koffie, gemalen koffie, in een filterpapiertje, in een glazen kan. En dan zette ze altijd koffie elke ochtend op die manier. En dat rook enorm lekker. En zo ben ik eigenlijk van huis uit het geur van de koffie gewend geraakt. En op een gegeven moment is mijn moeder verhuisd naar Portugal na haar pensioen. En toen stuurde ik altijd een bekende merk naar haar toe, die ze altijd lekker vond. En op een gegeven moment vroeg ze de merk niet meer. En ik zei, wat is er aan de hand, lust je geen koffie meer? Toen zei ze, nou, als je deze keer komt in Portugal, dan laat ik je wat zien. Zo gezegd, zo gedaan. Ik stap bij haar in de auto en ze rijdt ergens naar een koffiebranderij. Net zoiets als dit. En toen dacht ik van, hé, dit is geweldig. De koffiegeur, de branden van de koffie. En daar is eigenlijk mijn passie ontstaan. Het is een passie geworden. Ja, ja, dus toen bent u verliefd geraakt op koffiebranden. En die geur en alles wat erbij hoort. Ja. Oké, dat is een mooi verhaal. Ja. Dus die inspiratie komt helemaal vanuit Portugal. Vanuit Portugal, eigenlijk vanuit mijn moeder. En het voorbeeld heb ik in Portugal gezien. Toen ben ik me echt gaan verdiepen in het hele koffiewereld. Ik heb een 1-jarige opleiding gevolgd bij Internationale Thee- en Koffieacademie in Zeewolde in Nederland. Nou, na die opleiding ben ik ook nog in een branderij gaan werken, koffiebranderij. Totdat ik de fijne kneepjes geleerd had, toen dacht ik van nu moet ik iets ermee gaan doen. Ja, en voor uzelf. Voor mezelf. En dat is in Suriname geworden, een koffiebranderij in Suriname. Oké, ja. Mooi. Zullen we beginnen? Ja, straks ga ik koffie branden. Ik zal even heel in het kort vertellen zoals het brandproces uitziet en zoals ik straks bezig zal zijn. Ja. We starten straks met groene bonen in de koffiebrander te stoppen. En zo komt het eruit. Als gebrande bonen. En zo wordt die gemalen en komt het in pakjes terecht. Als mensen een gemalen pakje koffie willen hebben, dan zullen ze dit gemalen poeder krijgen. Ja. Dit is even in het kort. En nu ga ik echt naar de brander toe. Ja. En nu gaan we echt branden. Ja. En daarvoor moet ik de brander aandoen. Maakt een beetje lawaai. En het duurt even voordat hij opwarmt. Ik zet de brander nu aan. En ik zet ook de gastoevoer aan. En je ziet, hier zit er een vlammetje.
En het duurt even voordat hij op temperatuur komt. Hij moet ongeveer 224 graden zijn. En dan hoor je een piep. En dat piep betekent voor mij dat ik de koffiebonen in kan droppen. Inderdaad, de machine moet opgewarmd worden tot de 224 graden. Ik kan vertellen van dat er verschillende soorten koffie in de koffiewereld is. Je hebt de Robusta en de Arabica soort. Arabica is meestal Brazil, Colombia, Ethiopië, noem maar op. En die koffie die straks gebrand is, de gebrande bonen, die kun je zetten op een espresso, als espresso machine. En dit is een professionele espresso machine. Die kun eigenlijk, moet je hiervoor een barista zijn om dat te doen. Wat is een barista? Een barista is een specialist. Een specialist die weet hoe je met een perfecte espresso kan zetten door middel van zo'n espresso machine. Maar die weet ook te vertellen over de koffiewereld. En ook te vertellen over het brandproces, koffiebrandproces. Dus die moet van alles een beetje weten. Hij is echt een specialist. Ja. Eigenlijk kan je zeggen dat het een barista een koffiedeskundige is. Ja, zo kun je het zeggen. Zo kun je het zeggen. Hij is een koffiedeskundige en hij weet precies hoe je een perfecte espresso zet. Hij weet precies hoe je een perfecte melk moet opschuimen, waardoor je hele lekkere cappuccino's kan zetten. Dat is een barista. Ja, en kunt u ons vertellen wat het verschil is tussen espresso, cappuccino en die gewone koffie? Ja. Nou, espresso is niks anders dan een kleine shot van 30 ml. Die komt hier uit deze filterdrager. En dat is de basis. De espresso moet perfect zijn. Perfect houdt in dat hij een balans moet hebben tussen zoet, zuur, bitter. En dat is de basis voor de cappuccino. In de espresso ga je opgeschuimde melk, die ga je dan inschenken. En dat is dan een cappuccino. En je kan ook een café latte maken, een extra melk. Dat, met andere woorden, als de espresso niet perfect is, dan is je cappuccino niet lekker en alle andere drankjes zijn ook niet lekker. Dus de espresso is een heel belangrijke basis. Ja. Zoals u net gehoord hebt, een piepgeluid. En dat betekent dus dat ik nu klaar ben om de ongebrande bonen, de groene bonen, hier in de trechter te plaatsen. Dan ga ik nu eerst even wegen. Er gaat ongeveer 12 tot 1300 gram in. En er komt een kilo weer uit. Ik ga nu even wat wegen. Nu gaan de bonen hierin. Zo. Ja, je ziet, je kunt het ook hier zien. De bonen zitten erin. De temperatuur die gaat zakken nu. Dat komt omdat de groene bonen nog koud zijn. Dus daarom gaat de temperatuur zakken tot ongeveer 100. En dan gaat hij weer langzaam omhoog. En het brandproces duurt ongeveer 10 minuten. Produceren jullie allemaal? Nou, hoofdzakelijk koffiebonen, vers gebrande koffiebonen en gemalen koffie. Dat is hoofdzakelijk wat wij produceren. Ja. En vervolgens zetten we ook nog een heerlijke cappuccino door middel van een espresso machine. Als barista word ik ook vaak ingehuurd. Het is een goede middel om mijn product dan te promoten, zodat de mensen zelf mijn koffie kunnen drinken, mijn vers gebrande koffie. En dat is zo'n beetje wat we doen. Ja. Ja. Oké, mooi. Ja, we zitten in Suriname. Het is heel erg warm. Ja. Dus ik zat me af te vragen, waarom heeft u ervoor gekozen om verse koffie op de markt te brengen? Nou, het is namelijk zo, Suriname is een oploskoffiecultuur. Heeft een oploskoffiecultuur. En ik vind het zo jammer, want Surinamers houden van vers. Surinamers zijn dol op verse producten. Dus ik dacht van, nou, vers gebrande koffie, dat moet zeker aanslaan bij het Surinamse gemeenschap. En het slaat ook aan. Alleen de mensen weten eigenlijk niet hoe je koffie moet zetten. En ze weten niet, er is meer dan oploskoffie. Laat ik dat maar zeggen. En
dat is de kennis die ik wil overdragen aan de mensen. Dat je koffie, je hebt vers gebrande koffie die je op verschillende manieren kunt zetten. Ik zet het via een espresso machine, maar ik zet het thuis boven in de voorkamer. Ook door middel van een gewone set koffie, trekkoffie. Nou, die koffiecultuur, dat wil ik heel graag veranderen. Er is een oploskoffiewereld hier. En dat wil ik doen door mijn kennis over te dragen aan de mensen over de koffiewereld. Ja. Ja. Oké, wat is uw achtergrond? Mijn achtergrond? Mijn achtergrond is eigenlijk, toen ik jaar of 11 was, ben ik samen met mijn moeder in 1971, geloof ik, ver voor de onafhankelijkheid, vertrokken naar Nederland. Ik was een jongetje van 11 en ik heb daar opleiding gevolgd. Mijn hoogste opleiding is een HBO-opleiding, HAO. Uiteindelijk heb ik voor een aantal grote bedrijven gewerkt. Het laatste bedrijf waar ik voor gewerkt heb is een groot telecombedrijf als projectmanager. Op een gegeven moment ben ik toch mijn hart gaan volgen, mijn passie. En dat is dus in de koffiewereld, de koffiebranderij opstarten. Ja, welke offers heeft u allemaal moeten brengen? Of brengt u nog steeds? Ondernemen is offers brengen. Ja, dat klopt. Nou, uiteindelijk de stap naar Suriname na 45 jaar was voor mij niet 1, 2, 3 direct ernaartoe. Het was echt goed erover nadenken. Goede voorbereiding, dat wil ik ook een ondernemer meegeven. Dat als je een bedrijf wil opstarten, ga je eerst goed voorbereiden. Ik ben hier een paar jaar geweest. Eerst voordat ik naar Suriname kwam, heb ik de Katwijkplantage bezocht. 2 keer toe. En daar gesproken met de beheerder daar. En getracht om hun bonen te kunnen krijgen om mijn product hier te kunnen maken. Zoals Suri Coffee, een melange tussen Surinaamse bonen en de rest van de bonen. Uiteindelijk ontstond de naam Suri Beans. En toen dacht ik van ja, dit is het moment om naar Suriname te vertrekken. Want ik kan de bonen uit Katwijk krijgen. Dat heb ik gedaan. Maar ja, de offers, na 45 jaar is het wel even moeilijk zoeken, wennen hier. Maar ik moet zeggen, het gaat. Ik heb heel veel steun. En ik ben er wel blij. Je bent met uw heel gezin verhuisd. Ja, ik ben met mijn gezin, met mijn vrouw. Usha, kom je erbij zitten, alsjeblieft. En dit is mijn vrouw. Hallo. Zij is mede-eigenaresse van het bedrijf. Mijn steunpilaar, want tot nu toe ben ik de koffiebrander, ik ben de barista. En zij leert dat ook nu langzamerhand. En ze moet ook, want op een gegeven moment als ik uitval, moet ik wel een goede backup hebben. Wij houden het wel binnen de familie, het koffiebranden. Want dat is een specialiteit. We branden volgens een uniek brandprofiel. Dat betekent dat we ook een unieke smaak hebben. Die kennis draag ik aan haar over, zodat als ik een keer weg moet, dat zij dat gewoon kan voortzetten. En dat doet ze heel goed. Dat heeft ze al een paar keer gedaan. Ja. Oké, ze is een goede leerling dus. Hartstikke goede leerling. Waar ik me op gekeken heb, is de multinationals die hier aanwezig zijn. Die doen hun zaken natuurlijk ook. En ja, daar botsen we wel tegenop. Wij zijn gewoon een ambachtelijke koffiebranderij. En wij proberen zo vers mogelijke producten te leveren. Want wat je in de supermarkten hebt, zijn massaproductie. Die zijn een aantal maanden of misschien een jaar geleden gebrand. Dus het is lang niet zo vers als ons product. Maar die multinationals, die doen hun best natuurlijk ook. Die ondernemen hier ook. En ja, die zetten een machine bij een hotel, restaurant en soort gratis tussen aanhalingstekens. En dat doen wij niet. Wij onze core business koffiebranden. Ja, en gratis een machine neerzetten, dat betekent ook dat zij de klant ook hun bonen afneemt. Ja, en daar botsen we wel tegenop. Maar goed, maar we hebben goede ondersteuning, dat kan ik wel zeggen, van een aantal ondernemers. Ja. Die grondstoffen. U heeft ons net laten zien, u heeft bonen uit een paar landen. Van waar haalt u nog meer dus grondstoffen? De grondstoffen zijn uiteindelijk de ongebrande bonen, de groene bonen. Ik heb 3 soorten hier, 4 zelfs. Uit het buitenland haal ik Braziliaanse koffiebonen, Colombiaanse bonen en Ethiopische bonen. Dat zijn hoogwaardig kwalitatieve bonen. Ik werk liefst alleen met hoogwaardig kwalitatieve bonen. En uit Katwijk haal ik. En vergis je niet, dat is ook een goed kwalitatief boon. Het is een soort die je heel goed kan mengen met buitenlandse bonen, Arabica bonen.
die geeft dus, die boon uit Katwijk geeft de Arabica boon een beetje extra body. En dat is een perfecte melange, kan je daarvan maken. Ja. Ja. U heeft ook apparatuur hebben ja. gezien. Is ja. dat eens vanuit Suriname te verkrijgen? Nee, koffiebrander heb je hier niet. Die moet je echt importeren, hebben we ook gedaan. We hebben de koffiebrander gehaald uit Europa. De espresso machine, ik ben gek op één bepaald merk. En dat merk heb je hier niet. En dat functioneert hier uitstekend. Die heb ik ook uit buitenland gehaald. En ja, de enige wat ik hier echt door een bedrijf laat doen, is mijn etiketten uitprinten, dat soort zaken. Dus het marketingverhaal, hè? Marketingmaterialen, laten we hier bedrukken en noem maar t-shirts. Het verpakkingsmateriaal? Het verpakkingsmateriaal, ja, nee, die haal ik helaas ook uit het buitenland. Ik heb hier gezocht naar allerlei, liefst haal ik ze hier vandaan. Maar ik kan de kwaliteit wat ik wil en de soort wat ik wil hier helaas niet vinden. Dus ik moet het zelf ook uit het buitenland halen. We doen zoveel mogelijk aan beurzen. We vinden het hartstikke leuk. En op de beurzen staan we, onze stand is helemaal bekleed met koffiezakken eromheen. En dan staan twee espresso machinetjes en gebak van Usha. Usha die brandt ze zelf, bak ze zelf, hè? Dus ons op beurzen, we staan er bekend om op de beurs dat wij altijd vers gebakken appeltaart, chocotaart en dat doet zij dat overdag, 's morgens vroeg en 's middags meestal begint de beurs om 5 uur, dan is alles vers en zoals jullie net cappuccino hebben gedronken, we zetten ook cappuccino. We hebben een hele bekende cappuccino orchade, dat is ontzettend populair bij de mensen. Nou, we proberen zoveel mogelijk beurzen te pakken, omdat we het gewoon leuk vinden. Maar het is ook een hele mooie media om bekendheid te maken van je bedrijf en product. Ja. Ja. Welke zaken heeft u toch onderschat bij het opstarten van dit alles? In principe, eigenlijk... Is het start precies geweest zoals ik visionair voor me had. Het is exact zo gegaan. En ik heb eigenlijk, wat ik onderschat heb, ik heb niet zozeer... Ja, ik wilde eigenlijk mijn product specialistisch hebben. En het is ook een specialistisch product. Dus ik wilde het eigenlijk niet in de supermarkten hebben. Ik wil het echt bij speciaalzaken hebben, maar toen zag ik van nee, de markt is daar toch te klein voor. Je moet het toch wel in de supermarkten zetten, grote supermarkten. En nu staan ze ook in de supermarkten. Dus wat dat betreft, het afzetmarkt heb ik toch wel een beetje onderschat. Het was een kleinere markt dan ik gedacht had. Maar het gaat wel de goede kant op. Oké, heeft u een gedachte om de exportmarkt op te gaan, het buitenland bedoel ik? Ja, in die zin, omdat de vraag naar is. Uit Nederland vraagt men steeds van, is Sweetie Coffee ook in Nederland te verkopen? We zijn bezig om dat te doen, samen met een familielid. Ik heb nog een oudere zoon in Nederland, die wil dat graag voor mij doen. Dus het blijft in de familie. Ja, familiebusiness. Ja, en we gaan dat binnenkort opstarten. En er is veel vraag. We krijgen hier vaak toe. Wel eens toeristen, maar ook mensen uit Nederland, Surinaamse mensen, die kopen pakken koffie en die nemen mee. Dus en ik heb begrepen dat mijn koffie in Indonesië ook erg populair is. De Indonesische ambassade die koopt, een dame die koopt het heel graag en die neemt het mee, die laat het, hun gasten meenemen. Okay. Dat doet me goed. Oké, we zijn nu in de malenafdeling. De bonen worden hier gemalen en door de middel van de maalmachine en worden ook hier ingepakt. Usha die doet dat meestal en ze is dus nu aan het malen. Hier hebben we dus vers gemalen koffie in de verpakking en dit gaat dus naar de consument die echt gemalen koffie willen hebben. Zijn consumenten die niet gemalen koffie willen hebben, dan malen we het niet, dan zit er alleen maar bonen in. Dat kan. Nou kijk, natuurlijk alle ondersteuning van de overheid is welkom. Maar als ondernemer moet je natuurlijk zelf alles doen. En dat doen we tot nu toe, hebben we dat ook gedaan. En een ondersteuning van de overheid zou voortreffelijk zijn. Mijn droom is, u heeft het gezien, een koffiebranderij, ambachtelijke koffiebranderij. Ik zou graag in een eye-catcher
huisje willen zitten waar ik mijn koffiebranderij kan inrichten. Waarbij dan komt de, net als Cotomissie Museum, waarbij de toeristen kunnen komen. En gewoon ik denk dat het een hele een meerwaarde is voor Suriname door te zeggen Suti Koffiebranderij in de centrum, bijvoorbeeld vlakbij de Fort Zeelandia of op de Onafhankelijksplein in de buurt. Dat zou geweldig zijn. Ik heb wel eens wel naar panden gevraagd waar de huurprijs is. En dat was zo schrikbarend hoog, waarvan ik dacht van ja, dat is voor mij niet rendabel. Je weet, ik bots tegen multinationals hier. En ja, ik wil toch mijn product ambachtelijk houden. En ja, de huurprijzen die ik gehoord heb, die zijn nogal hoog. Dus vandaar dat ik hier, wat ook goed te combineren is hier, hier al mijn werkzaamheden doe en op beurzen sta. En ja, zo red ik het een beetje wel. Maar het is nog niet echt niet een hoge omzet. En ik denk dat het een betere omzet wordt als je gezien wordt door toeristen en door bij evenementen. Dat mensen zien wat je allemaal doet. En mensen vragen mij ook steeds, waar kan ik jouw koffie komen drinken? Nou, dan zeg ik, ze kunnen komen bij de koffiebranderij als ze een koffie willen drinken. Maar op dit moment is het nergens te kopen of te drinken, alleen pakjes koffie. Ja. Nou, de tip wat ik kan geven is, en dat zeg ik ook constant, durf je kennis over te dragen. Wees niet bang dat je gekopieerd wordt. Want ik word voor gek verklaard dat mijn hele productieproces laat ik filmen. Maar ik ben iemand, ik ben een specialist. Ik draag graag mijn kennis over. Ik ben niet bang voor dat ik gekopieerd word. Sterker nog, als er nog meer branderijen komen, dan juich ik het toe. Want dat betekent dat ik het koffiecultuurverandering nog een grotere stap ga maken. Wat ik aan de ondernemers wil meegeven van, laten we samenwerken. Het is niet only local, but let's work together. En ik heb een aantal ondernemers, die ken ik. En daar werken we heel leuk samen mee. En het is heel leuk om leuke dingen met elkaar te doen.